Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 13 september van Weerblaza. We hebben te maken met een die Sebastian genaamd. Die ligt op het moment boven het zuidelijk deel van de Noordzee en zorgt voor een zuidwesten tot westerstorm langs de kust. Later vanochtend is windkracht 10 mogelijk in het Waddengebied. Door de harde wind wisselen wolken, zon en buien elkaar snel af en vanmiddag wordt het 15 tot 18 graden. Later op de dag neemt de wind geleidelijk in kracht af en vanavond staat er windkracht 4 tot 7 vanuit het zuidwesten. Er kan nog een enkele bui vallen en de temperatuur ligt vanavond rond een graad of 14. Morgen hebben we te maken met een westelijke stroming, windkracht 5. Het waait een stuk minder hard. Wel trekken een paar buien van het noordwesten naar het zuidoosten over het land en is kans op onweer. Met 15 graden is het vrij koel. Cool. Vrijdag en in het weekend staat er minder wind, hooguit windkracht 3. Er valt nog een enkele bui, maar er zijn ook vriendelijke momenten met de zon en de temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog naar 17 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.